Ja, natuurlijk een nieuwe video. Ik heb gisteren een video online gezet waarin ik heb gevraagd of ik de 100 abonnee special online zou zetten. En ik heb een reactie gekregen dat ik hem meteen online zou moeten zetten. Dus ik heb nog even eens een paar dingen afgewerkt. Hij is nog niet helemaal klaar. Ik ga nu even alle viertjes laten zien, alle recipes. Dus kijk eerst de video voordat je hem downloadt. En ja, het mist dus nog een heleboel wat ik er nog ga toevoegen. Dus dat is ook even iets om even in je achterhoofd te houden. Want er komt natuurlijk nog heel veel meer in. En sommige achievements die ik heb, die zijn nog niet eens mogelijk. Dus ja, het is nu nog even zo'n een testrun. En als je bugs vindt, dan vooral melden. Dus ja, laten we maar eens even beginnen met wat dingen die je als eerst nodig hebt. Dus laten we maar beginnen met een crafting table. Hoe maak je de custom crafting table? Heel simpel, je pakt een crafting table en je gooit er een crafting table op. En dan als jij een pickaxe hebt en je gaat naar game mode 0 en je sloopt hem, krijg je allebei de crafting tables weer terug. Je hebt wel een pickaxe nodig om te slopen, dus dat is wel even iets anders. Maar goed, als je dat hebt, de custom crafting table, dan is het heel simpel. Ik ga eerst even de seeds hier uitleggen. Dat is namelijk, als je hiermee bezig bent, dan kun je namelijk heel veel gold en zo en glowstone en zo krijgen. Dus ja, hoe craft je dan de essence, de magic essence? Nou, heel simpel, je craft het zo. Dan heb je 1 weak magic essence en met 9 weak magic essence krijg je een regular magic essence. En weer zo krijg je een strong magic essence. Met strong krijg je extreme magic essence. En ik heb het nog iets makkelijker gemaakt om te craften, want om iedere keer eentje te doen is een beetje onhandig. Dus ik heb het zo gedaan. Als je een stack zo schuift, krijg je er 7. Of als je in elk slot een stack krijgt, stack doet, dan krijg je een stack. Oké, dat heb ik niet voor weak magic essence gedaan, maar voor seeds heb ik dat wel gedaan. Dus als je voor seeds dit doet, dan krijg je een stack aan weak magic essence. En als je regular magic essence hebt en je doet daar een stack mee, zo. Werkt ook nog niet, oké. Dat is een heel slecht voorbeeld. Maar goed, het gaat erom dat je dan sneller kunt craften. En je hebt toch nooit meer dan een stack aan regular magic essence. Of in ieder geval niet zo heel veel meer. Dus ik vond het niet echt nodig om het daarvoor te doen. Maar goed, ik ga nu even eens een beetje uitleggen hoe de seeds craften werkt. De custom seeds. Even wat van deze pakken, even wat van deze pakken. Even wat van deze pakken en even wat van deze pakken. Het is heel simpel. We gaan even kijken. Ik heb hier alle seeds liggen die ik allemaal heb. Glowstone, coal, blaze, iron, gold, redstone, emerald en diamond zijn er al. Ga ik even eens de bijbehorende materialen pakken. Zo, zo, zo. Glowstone, wat was er nog meer? Redstone. Even eens hier bijzetten. Dan kun je ook even zien hoe je het ongeveer craft. Dit is redstone. Emerald daar. Diamond. Gold, iron, coal, glowstone en dan heb je ook nog blaze. Dus als je die materialen allemaal bij elkaar hebt gevonden, dan kun je dus met deze materialen kun je dus die seeds craften. Dus ik ga nu eens glowstone voordoen. Glowstone is dit. En volgens mij regular magic essence. Ik weet het alleen niet zeker. Dan moet ik ook even kijken hier. En dan seed in het midden. Ja, oké. Dus glowstone is met regular magic essence. En dan heb je coal. Coal craft je precies hetzelfde, maar dan met weak magic essence. Zo, en dan seeds weer in het midden. Krijg je coal seeds. Zo, en dan heb je blaze. Blaze doe je met strong magic essence. En dan een seed in het midden. En dan krijg je blaze seeds. Iron doe je ook met strong. Allemaal voordoen hier. Iron doe je ook met strong. Kan ik even laten zien hier zo. En hups, oké. Iron. Gold doe je ook met strong. Strong. Volgens mij doe je het meeste met strong. Dus je gaat heel veel strong magic essence nodig hebben. Gold. En dan heb je redstone. Die doe je volgens mij ook met strong. Ik weet niet zeker. Het kan ook zijn dat het regular is. Ik ga eens even kijken. Ik weet ook niet alles zeker uit mijn hoofd hier. Ja, het is regular. Oké. Redstone doe je met regular magic essence. En emerald en diamond zijn allebei hetzelfde. Die doe je ook met dat. Zo met
Extreme. Allebei met Extreme. En de diamond is dan precies hetzelfde. Dat ga ik ook even doen hier. Zo. Extreme Magic Essence. Zo. En seeds in het midden. Krijg je diamond seeds. En ik heb geen inventory space meer. Jee. Dus, ja, dat is dat. Ik ben er net wel achter gekomen dat ik het aantal nog moet veranderen. Want eigenlijk zou je 4 seeds moeten krijgen. Dat moet ik nog even aanpassen. Dat zit in deze command box hierachter. Die ga ik nog even aanpassen dan. Dus ja, dat is dus sowieso craft. En hoe gebruik je ze? Heb ik ook al laten zien in de video. Is niet zo heel erg lastig. Je pakt gewoon de seeds erbij. En ik ga nu even naar Game Mode 0. Dat is makkelijker uitleggen. Zo. Glowstone Seeds. Gewoon zo. En als je het dan sloopt, krijg je weer Glowstone Seeds terug. En je krijgt hier een Glowstone Dust. Dan nu Coal. Als je die sloopt, krijg je Coal. En krijg je weer een Coal Seed terug. Of geen Coal Seed terug. Dat verschilt per keer. Want het is helemaal random wat je allemaal kunt krijgen. En dan Blaze is weer iets anders. Dan krijg je Blaze Seeds en een Blaze Essence. En met 8 Blaze Essence, even kijken. 8 Blaze Essence krijg je 6 Blaze Powder. Zo. Dat is dat. Dat is dat. En dan is voor alle seeds is hetzelfde. Krijg je allemaal Essence. Alleen de Coal en de Glowstone krijg je gewoon Glowstone en Coal van. En voor Blaze, Gold, Redstone, Emerald en Diamond en Iron krijg je allemaal Essence. Die heb ik hierin zitten. Kijk, Diamond, Emerald, Redstone, Gold, Iron en Blaze Essence. En daarmee kun je dus weer andere dingen craften. Dus dan krijg je van 8 van diamond planten, krijg je dus 1 diamond. Emerald precies hetzelfde. Redstone krijg je er 24 van. Gold krijg je 5 gold ore. Iron krijg je 8 gold iron ore. Nee, het is gewoon iron ore. En daar krijg je 6 blaze powder van. Dus dat zijn alle magic seeds. Zo werken die. En dan kun je dus als je de seeds weer terugkrijgt, moet je ze op de grond gooien weer hier. En dan verandert dat dus in een plant. Dus dat is dat. Dan nu gaan we verder naar de begin crafting recipes. Ik wil eerst even een normale crafting table. Dankjewel. Dus als je begint met hout hakken als eerste, dan heb je dus een heleboel hout. Dan maak je een slab en 6 planks. Krijg je acacia wood planks. Ja, ik ga een resource pack erbij zetten. Hupsakee. En dat is dus een oak barrel. En die oak barrel plaats je. En daar gooi je een plank op om hem te activeren. Nu is hij geactiveerd. Dat zie je als er een item frame boven zit. En als je hier niet meer kan slopen vanaf boven. En dat zijn de 3 verschillende recipes die je hier kunt krijgen. En dat is nummer 1. Even kijken, ik ga even wat materialen pakken die het nodig hebben. Waar is cobblestone? Zo, nummer 1 is leaves, die veranderen in dirt. Even kijken, scoreboard player set at a name equals barrel. Barrel time naar 1000, nee naar 100, ik zei 1000, ja. En als je dan bij 1000 is, dan krijg je een dirt. Dus dat is een timer die afgaat. En je kunt ook, als je er een torch onder plaatst, kun je er lava in maken. En dat is dan lava barrel time. En die gaat dan ook omhoog. En uiteindelijk krijg je dan ook lava. Dan ga ik het nu even laten zien. Als je dan slash game mode 0 doet. En je doet rechtermuis met een bucket. Krijg je een lava bucket terug. En dan nu gaan we even slash weather rain maken. En als het gaat regenen, dan zou dat mooi zijn. Oh, ik weet wat er aan de hand is. Ik heb hier een weather clear ding. Weather rain. Dan gaat hij daar een rain detector af en dan vult hij met water. Dus, en als die helemaal klaar is, ga ik even aanzetten hier. Volgens mij is het water barrel time. Lijkt me wel logisch. En dan gaat hij naar dat. En dan om het dan te stoppen van nog meer water erin te laten gaan, plaats je op deze hoogte een blok. Het werkt niet als je hem daar plaatst. Het werkt alleen als je hem op die hoogte plaatst. En als je dan naar Game Mode 0 gaat, ga je dus dit aan de kant zo. Rechter muis met een bucket.
krijg je een Whataburger terug. En er is één probleem. Als jij hier een leave in doet. En hij is nog niet klaar. Oftewel, dat zit daar. En je sloopt dit blok. Dan, en je haalt dit leave eruit. Gaat hij meteen door naar water. Dus eigenlijk is het gewoon zoiets van... Ja, dat. En als je dus opnieuw wil beginnen. Dus niet het water erin wil hebben. Dan sloop je hem gewoon. Het kan gewoon... En dan plaats je de oak barrel terug, gooi je er weer plank op. Het kan elke type plank zijn, dus... En het moet er wel maar eentje zijn, anders dan werkt het ook niet. Zo. En als ik er nou leaves in doe... Dit weet ik zelf ook nog niet. Even kijken naar duizend. En ik haal deze weg. Vult hij met lava. Dus je moet ook niet weghalen als hij klaar is. Dan vult hij ook met water. Dus dat is ook nog even zo'n glitch die ik ga proberen te fixen. Even kijken. Weather. Dat ging perfect. Weather clear. Zo. Dat is de barrel. Dus er zijn drie verschillende recipes waarmee je water, dirt en uiteindelijk ook, wat is dat, lava kunt krijgen. En dan heb ik nu nog een recipe hier. Voor de custom crafting table. En dat is... Ja, de hammer, de stone hammer. Ik heb nog geen iron hammer en zo gemaakt. Ik heb alleen nog maar een stone hammer. En je kunt dus... Dit is een heel slecht voorbeeld. Ik ga eerst even een sieve maken. Waar zit string? String krijg je van de silkworms. Die heb ik al in de vorige video laten zien. Silkworms gooi op leaves. Die spreaden. En als alles wit is daarbinnenin. Dan komt er een wit blokje. Dan kun je de leaves lopen. Dan krijg je een string. En de silkworms krijg je van dit ding. Die kun je craften met sticks. Die ga ik wel even laten zien. In de custom crafting table. Zo met sticks. Krijg je een crook. En als je daarmee leaves loopt, krijg je dus. Is er een 50% kans dat je silkworms krijgt. En die silkworms die gooi je op leaf. Op een leaf. En dan spreaden ze. En uiteindelijk worden ze ook helemaal wit van binnen. Is hier zo groen. Ik kan het wel even laten zien. Weet je. Dat is veel makkelijker. Nu ga ik dingen proberen uit te leggen. Wat je ook kan laten zien. Dat is onhandig. Dus. Zo. Daarop. En gooi het erop. Dan zie je daar nu een groen, oh hier aan deze, zie je nu een groen ding in het midden. En die groeit uiteindelijk tot aan alle kanten. En dan gaat hij even op elk leaf wat connect met een van deze dingen, kan hij naartoe groeien. En dit ding verandert ook langzaam naar steeds witter. En als hij helemaal witte wol is, oftewel als dit ding, ja nou wordt hij al lichtgroen. Als dat witte wol is in het midden, dan kun je de leaf slopen en dan krijg je een string. En met string kun je dan weer... Silk mesh craften. En met silk mesh krijg je. Kijk, sticks. Zo. Kun je met sticks. En. Ook planks. Ik weet niet of het alleen ook planks is. Of dat het ook met andere planks kan. Maar goed. Krijg je een sieve. En als je die sieve. Zoals het hier eigenlijk al zegt in de tekst in het oranje. On top of a log. Zo. Krijg je hier een sieve. En als je daar licht hebt eronder, ziet het er een stuk beter uit. Ik kon het helaas niet anders maken, anders dan zou het in de weg zitten voor die bovenste. Maar goed, je moet dus dirt krijgen. Dirt kun je dus krijgen met leaves. En leaves kun je craften met saplings. Zo. En dan kun je dus die oak barrel, krijg je dus dirt. En met dirt krijg je dan weer... Zo. En ik heb geen idee waarom er ineens gravel particles uitkomen, dat is toch nooit geweest. Maar goed, dan krijg je dus stone van. En je krijgt allemaal verschillende planten. Je kunt vines krijgen, je kunt... Tulips krijgen, je kunt allemaal verschillende dingen krijgen. Craft je met stone, craft je dus zo, krijg je cobblestone. En als je die cobblestone dan weer sloopt met een stone hammer, dan krijg je gravel. Dus zo. En die gravel, als je die weer sieft, hier, dan heb je kans op iron ore, flint en al dat soort dingen. Kijk, hier heb ik lapis gekregen, hier heb ik klee gekregen, kool. En geen idee wat ik nog een keer klee. Oké. Okay. Dus dan sloop je gewoon de cobblestone. Die sloop je met een stone hammer. Krijg je gravel. En als je dan gravel sloopt met een stone hammer. Ja, dat kan ook nog. Dan krijg je zand. Dus een soort pulverizer, alleen dan met een hammer. En zand heb ik nog geen recipe voor. En als jij rechtermuisknop daarop doet met een andere item dan dat het eigenlijk is. Dan moet je hem opnieuw neerzetten, anders werkt hij niet. Dus dat is een probleem. En als je hem sloopt,
Dan krijg jij ook Wood en de Sieve, krijg je allebei terug. Dus dat is wel iets. Zo. En kijk, zo kun je dus elke flower krijgen. En zo kun je dus ook die krijgen. Zo. Dat is dat. Ja. En zo kun je ook seeds krijgen, volgens mij. Ik weet niet zeker, maar goed. Ik heb hier trouwens alle items staan die je kunt krijgen. Deze items kun je krijgen van dirt, inclusief stone. Die kun je ook krijgen. En dit kun je krijgen van gravel. Dus je kunt seeds krijgen van gravel. Dus een 1 op 56 kans op emerald, 1 op 56 kans op diamond, 5 op 56 kans op sticks, bone meal, clay en zo. Dus ja, dat zijn alle kansen die je hebt. En iron en gold zit er ook tussen. Dus dat kun je krijgen met een sieve. Even kijken, is er nog meer? Er is niet echt heel veel meer nog. Nee, dat was het wel zo'n beetje. En kijk, hier heb ik dus nu allemaal gespread leaves dingen. En als je die sloopt, krijg je de string. Als het helemaal wit is. Ja. Zo. En ja, dat is dus eigenlijk dat. En als je hem sloopt voordat ze klaar zijn, dan gaan ze gewoon weg. Dus daar heb je ook geen last van. Dan kan ik meteen even met de crook doen. Dus ik ga even deze pakken. Lalalala. Ik heb geen idee of het werkt om deze. Oké, dat heeft ook geen zin om daarin te doen natuurlijk. En met vier sticks kun je dan dit craft heb ik net laten zien. En dan als je daarmee leaves sloopt, dan heb je een kans op. Een kans. Ja, hier hebben we er eentje. Zoals je zag, hier heb ik nu een wooden button in mijn inventory. Ik weet niet of het 1 op 5 kans is of 1 op 2. Ik heb geen idee hoeveel kans je hebt op dit. Het is al een tijdje geleden dat ik het heb gemaakt, want ik was op vakantie en hier heb je een silkworm. Dus. En je kunt ook geen leaf investen waar al een silkworm in zit. Dus als ik hier op deze leaf eentje neerzet, blijft hij er gewoon op liggen. En dat komt omdat dit eigenlijk leaves 2 zijn, oftewel acacia leaves. En toch krijg ik ook saplings. Dat heb ik gedaan omdat je. Dat kan ik wel even laten zien hier. Je kunt geen acacia saplings hebben in je wereld. Je krijgt dan automatisch ook saplings. Dus. Daarom krijg je dat dus. Ja. En dat is eigenlijk alles in deze vanilla modpack. Zonder mods natuurlijk. Je kunt gewoon de wereld installeren en heb je hem. En de recipes. Dit heb ik laten zien. 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 Ook laten zien. Laten zien. Ook laten zien. En dat, ja. Dus dat was alles eigenlijk wel. De download staat in de beschrijving. En ik weet niet of ik een aparte resource pack ga maken of dat ik hem in de wereld zelf zet. Ik ga proberen om de resource pack in de wereld zelf te zetten, zodat die automatisch equipt. Dat kan namelijk. Maar ik heb geen idee hoe het moet, dus misschien moet je een resource pack aandoen. Anders heb je namelijk gewoon acacia planks in plaats van een oak barrel. Dat is eigenlijk het enige wat verandert. Volgens mij. Ja. En op de een of andere manier is building blocks hierboven. Die tekst is wit. Ik heb ook geen idee hoe dat komt, maar goed. Ik heb dus nu alles zo goed als klaar. Nog niet alles is klaar natuurlijk. En je kunt nog niet naar die end, want ik heb hier ender dingen heb ik nog niet af. Dus je kunt nog niet naar die end, helaas. En je kunt ook nog niet naar de nether, want je kunt nog geen obsidian maken. Je kunt wel obsidian maken, ja. Dus dat is bullshit dat ik dat net zei, maar goed. Ja. Dus ik ga de download in de beschrijving zetten. Ik ga de achievement list in de beschrijving zetten, denk ik. Of ik maak een boek of zo, weet ik wat ik ga doen. Ik heb geen idee hoe ik dat ga doen. Misschien in de beschrijving, misschien ergens anders. Je ziet het wel. Dus, ja, ik hoop dat je het leuk vond en dan zie ik je de volgende keer weer. Bye bye.